Q&A video. Vandaag ga ik een aantal vragen voor jullie beantwoorden die gaan over de verschillende onderwerpen. Voeding, persoonlijke vragen en over training en trainingsschema's. Laten we beginnen bij voeding. Eerste vraag. Wat moet je nou echt willen eten als je wilt afvallen? Als je wilt afvallen is het belangrijk om onder je calorieën uit te komen. Denk aan 400 tot 500 calorieën onder je onderhoud. Maar je voedingskeuze is natuurlijk ook belangrijk. En wat moet je nou echt willen eten als je wilt afvallen? Ik zou zeggen groentes, want groentes hebben weinig calorieën en veel vezels. En vezels geven je dat volle gevoel en dat is nou net wat je nodig hebt tijdens het afvallen. Vraag nummer 2. Wat denk jij over koolhydraten ontwijken tijdens je ontbijt? Ik vind dat heel goed als je een rustdag hebt, want dan heb je ze ook niet echt nodig. Maar wil jij trainen, zou ik ze wel nemen en denk dan aan complexe koolhydraten die bijvoorbeeld zitten in havermout, zilvervliesrijst en zoete aardappelen. Vraag 3. Voorbeeldmaaltijden voor op school die hoog zijn in eiwit en laag zijn in vetten. Ik zou zeggen magere kwark, eiwitshake, gerookte kipfilet en kalkoenfilet. Vraag 4. Is sap maken van grapefruit ook goed of is het eten ervan beter? Ik zou zeggen het eten ervan is net iets beter, want dat geeft een voller gevoel. Omdat vloeibaar iets innemen, dat verteert sneller. En als je het eet, zit je er langer van vol. Maar wil je aankomen, dan is vloeibaar dus ook goed. Want op allebei de manieren krijg je je vitamine C naar binnen. Wat voor fruit is goed voor een training? Een watermeloen. Want in een watermeloen zit een stofje dat heet citrullinemalaat. En dat geeft extra energie. Had je verwacht dat je zo snel zoveel abonnees zou krijgen? Nee, ik had dat echt niet verwacht. Ik ben daar super blij om. Hier zie je een aantal memo's. Want die memo's heb ik elke keer ingevuld op mijn telefoon voor het slapen. En dan zie je dat ik de ene dag 10 pakte, dan 30. En dat was echt leuk om bij te houden. Dus dat raad ik ook aan voor andere YouTubers. Wat gebeurt er in jouw lichaam als je wel veel sport, maar daarbij niet gezond eet? Als je wil aankomen in spiermassa, gaat dit nog wel. Maar meestal krijg je er dan ook vet bij. En dat wil je eigenlijk niet. Maar wil je afvallen, dan is dit nog moeilijker. Want in ongezonde voeding zit natuurlijk veel calorieën. En je wilt natuurlijk onder je calorieën uitkomen. En als jij helemaal niet sport en je eet ongezond, nou dan is het al bijna onmogelijk. Dus het is nog steeds wel beter dan die twee. Maar ja, het beste is natuurlijk gezond eten en genoeg sporten. Hoe kan je je spieren in stand houden als je 1 week of zelfs langer niet traint? Als je 1 week niet traint, is dat nog niet eens zo heel erg. Want dat noemen we wel eens een geplande rustweek. Dat heet deloaden. Daar zal ik het in een andere video ook nog even wat uitgebreider over hebben. En dat doe je meestal voor je spieren, gewrichten en je zenuwstelsel even 1 week tot rust geven. Want die hebben dat ook af en toe nodig tijdens al die zware trainingen. Maar ga je nou langer dan 1 week niet sporten en heb je dat natuurlijk ongepland, dan raad ik aan om niet onder je calorieën te eten, maar op onderhoud of net iets daarboven, zodat je je lichaam genoeg calorieën en energie geeft. En natuurlijk ook 2 gram per 1 kilo lichaamsgewicht in eiwit. Dat heeft hij ook nodig. Die 2 adviezen kan ik je zeker geven. En af en toe dus een geplande rustweek. Voor gewoon een strak lichaam met eventueel een sixpack, is het dan nodig om heel vaak te trainen? Nee, want voeding is het allerbelangrijkste. Want voeding zorgt echt voor vetverlies. Maar wil jij natuurlijk strak worden, dan is het ook belangrijk om spieren onder dat vet te hebben. Want anders word je nog steeds niet echt strak. Dus ik raad je wel aan om minimaal 1 tot 2 keer per week te trainen. Maar het liefst wel rond de 3 keer. Mijn ruggengraat is redelijk goed zichtbaar als ik buig. Wordt dit minder als ik mijn rugspieren train? Ja, want die onderrugspier gaat dan wat meer opvallen dan je ruggengraat. Maar meestal heeft het te maken met dat je jong bent, dat je weinig vet hebt. En sommige mensen hebben dit wat meer dan de ander, dus het is ook erfelijk. Dus die 4 dingen. Erfelijk, jong, weinig vet en natuurlijk die rugspieren kan je gewoon trainen. Heb je een vriendin? Maar mijn antwoord is dus nee, want ik wil niet vreemd gaan voor mijn dumbbell. Nee, geintje. Maar in ieder geval, ik heb geen vriendin. Ik ben vooral gefocust op YouTube en natuurlijk op mijn sport. Wie is je beste vriend? Gentle, mijn hond. Nee, een geintje. Jij bent mijn beste vriend. Vanaf welke leeftijd kan je gespierd worden als je goed eet, goed traint en goed slaapt? Je kan vanaf jongs af aan al gespierd worden. Ik heb hier even een voorbeeld van een jochie die begon al heel vroeg met turnen en met krachttraining. En kijk eens hoe die er nu uitziet. Maar je groeit wel beter na je puberteit, want dan komt je testosteron, dat is je mannelijk hormoon, wat hoger te staan. En dan bouw je makkelijker spiermassa op. Kan je met een goed trainingsschema, goede voeding en natuurlijk 8 uur slaap of meer per nacht in 1 jaar tijd
20 kilo spiermassa opbouwen? Voor zover ik weet is dit onmogelijk. Je kan wel 20 kilo in gewicht aankomen, maar dat is dan meteen ook vet. En je kan ook wel 20 kilo in pounds aankomen, dat is ongeveer 9 kilo. Maar 20 kilo spiermassa, zover ik weet dus niet. Maar in je eerste jaar kun je wel het meeste opbouwen, ongeveer 10 kilo spiermassa. En vanaf dat jaar gaat het elke keer dalen. Tenzij je natuurlijk in je eerste jaar aan het aanklooien bent en in je tweede jaar keihard je best doet, dan maak je meer resultaat in je tweede jaar. Maar voor zover ik weet is het onmogelijk. Nu een vraag over dit schema. Hij traint van maandag tot vrijdag en hij traint maar één keer per week zijn spiergroepen. Ik vind dat zelf niet goed. Als je een bodybuilder bent of je zit aan de anabolen, dan kan dit wel. Maar als jij natuurlijk bent of je bent een beginner, kan je beter één van deze drie schema's doen. Een full body schema, drie keer per week trainen. Een upper body, lower body schema, bovenlichaam en onderlichaam afwisselen. En dat is dan vier keer in de week. Of een push-pull-leg schema en dat is zes keer in de week. Dus één van die drie, maar niet dat schema wat jij nu volgt. Welk schema volg je nu? Ik volg momenteel een full body schema. En morgen tot en met zaterdag komen elke trainingsdagen online. Dus zeker checken. Verschilt dat ook per week? Ik ga meestal per 4, 8 of 12 weken verwisselen van programma. En dan ga ik meestal van kracht een beetje wat meer naar hogere herhalingen. Of van een full body wat meer naar een split. Maar meestal wissel ik dit wel af. En als ik afwissel, vul ik ook meestal even een geplande rustweek in. Zo'n deload. En daarna begin ik dat nieuwe programma. Beste lifts! De beste lift is voor mij degene die mij naar boven brengt na een zware benentraining. Maar om even serieus te zijn, hier zie je mijn squat video. 160 kilo voor één keer. Dit is zeker mijn sterkste lift. Zijn tweede vraag is, wat is jouw FFMI? Dat betekent Fat Free Mass Index, oftewel in Nederlands vetvrije massa index. Dat is 82 kilo, want ik weeg 90 en ik heb 8 kilo vet. Dat was de video. Bedankt voor het kijken tot het einde van de video. Geef de video een duimpje omhoog om te laten zien dat je hem leuk vond. Ben je nieuw op dit kanaal, kan je abonneren onder de video op de rode knop. En ik zie jullie allemaal snel weer. I'm loving, I'm finding love.